Lineke Bolhuis van de Partij van de Arbeid-fractie gaf zondag te kennen dat zij uit de fractie ging stappen per direct. Zij gaat als zelfstandig raadslid verder. De reden daarvoor is dat de interne communicatie en samenwerking gewoon niet goed verliep. En ik gewoon wil blijven vechten en strijden voor mijn idealen. En daar had ik binnen de fractie te weinig ruimte voor op dit moment. Ja. Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma en de zaken zoals ze er nu liggen, dan kan ik niet, helaas niet anders constateren dat het niet altijd zo is. Ja. Ik ben nu de 14e fractie. Wij zijn natuurlijk de verkiezingen ook ingegaan met 14 fracties. Dus in die zin zitten we weer daar. Maar aan de andere kant, politiek bedrijven is natuurlijk ook gewoon nauw samenwerken met elkaar. En die samenwerking zal ik zeker blijven zoeken. Ook buiten het gemeentehuis te kijken van wat speelt er, wat leeft er. Ik zal blijven opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. En daarin ga ik zeker mijn samenwerking zoeken met andere partijen. Nou, waar ik echt natuurlijk heel hard voor ga vechten is kunst en cultuur, sport. We hebben met elkaar afgesproken dat we er niet verder op zouden bezuinigen. Toch staat het nu weer in de begroting. We lopen het risico er toch op te bezuinigen. En ik vind dat dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ook voor de zwakkeren in de samenleving. Ja, het lijkt me vanzelfsprekend dat ik de samenwerking met name in de linkse hoek zal gaan zoeken. Het kwam voor mij en ik denk ook voor de hele fractie en bestuur als een donderslag bij heldere hemel. We hebben een moeilijke start gehad, zeg maar, na de laatste verkiezingen. We hadden natuurlijk zetels ingeleverd. Dus we hebben echt wel even wat tijd nodig gehad om aan elkaar te wennen en de boel opnieuw op de rit te zetten. Maar we hadden eigenlijk allemaal het gevoel dat dat steeds beter en steeds prettiger ging. En we hebben niet eerder begrepen dan zondagmorgen dat mevrouw Bolhuis daar ontevreden over was en dat ze dus opstapte. Ja, dat was een enorme schok. Ik zal je vertellen, ik was toevallig met de begroting bezig om het door te nemen en nog wat te kijken hoe we het een en ander sociale konden krijgen. En werd ik opgeschrikt door het bericht dat mevrouw Bolhuis de fractie zou verlaten. Ja. Kwam het nou echt als een donderslag bij heldere hemel? Nou, sterker, het kwam nog zwaarder dan een donderslag bij heldere hemel, want ik had het echt niet gedacht. Er was geen aanleiding in mijn beleving, zeg maar, voor het vertrek van haar. En nou ja, zeker niet op het moment waar we nu voor staan, zeg maar, voor een zware begroting. Neemt niet weg dat ik ook natuurlijk met andere partijen wel op één lijn kan komen en dat we zaken delen. Ook met de Partij van de Arbeid? Vanzelfsprekend. Neem het collectieve ziektekostenverzekering. Dat weet iedereen, daar heb ik keihard voor gevochten. En hij staat nu in de begroting en daar zal ik zeker met de Partij van de Arbeid mijn samenwerking in blijven zoeken om dat voor elkaar te krijgen.